Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik iets leuks, tenminste vooral voor mij, maar ook voor jullie denk ik. En de kwaliteit die jullie nu zien, dat is verleden tijd, want ik heb een nieuwe camera gekocht. Yay! Oh, ik ben er super blij mee. We hebben hem gekocht op vakantie op Tenerife, maar ik heb even een beetje rondgekeken. Hier zijn de prijzen volgens mij rond de €370. Dus ja, op verschillende sites zou je hem wel kunnen krijgen. Het is de Nikon Coolpix P610. En ik moet even zeggen, ik heb hem al op vakantie hebben we hem al een beetje gebruikt. Dus ik weet al hoe die werkt een beetje en hoe de kwaliteit is een beetje. Dus het is niet echt een unboxing, want ja, ik heb hem al gezien. Ik heb hem wel weer in de doos gedaan, dat vond ik wel zo leuk. En de plasticjes en alles zijn er al af. Maar goed, ik ga hem wel even openmaken voor jullie. Als eerst zaten er dan boekjes in. Dat is alleen het nadeel dat we op Tenerife hebben gekocht, want het is Engels. En ik weet niet wat die andere vertellen zijn. Ik vind het allebei op Chinees lijken, maar het zou wel een ander taal zijn. Dus dat is jammer. Maar goed, er staat vast genoeg op internet. En ik ben toch niet iemand die echt boekjes leest. En een voorbeeldje van Nikon school. Garantie iets en ik weet niet wat dat allemaal is. Soms is het wel beter om boekjes te lezen. Bij de GoPro had ik dat beter wel kunnen doen. Had ik nu leuke beelden gehad, want ik kwam erachter dat ik het verkeerd uit deed. Maar goed, dat is iets anders. Want ik heb gevlogd ook op vakantie. Maar goed, daar gaat het allemaal niet over. Het gaat er natuurlijk om deze camera. En ja, er zat natuurlijk gewoon plastic omheen, maar die is al af. Dus ik zal hem even voorzichtig eruit halen. Want de doos is nu leeg. Normaal zat ze in de camera. En dit zat dus zeg maar los, een Nikon wandje. En deze zat los met dat touwtje, zat er los bij. En oh ja, en wij hebben ook, wacht, moet ik hem heel even aandoen denk ik. Kijk, knop. Die moet ik even afhalen. Ik laat het zo even zien. Dit is de camera. Hij is nu aan. Met een klepje. Kijk. Dan kun je de kwaliteit nu een beetje zien. Hij is niet super groot verder, maar ook niet klein. Gewoon normaal. Er zit een lens op, dus er kan niet nog een lens bij. Dus hij is gewoon zo klaar. Dan hebben we nog wel zo'n schermpje, zodat je jezelf kan zien, handig te filmen. En wij hebben er dus bij zo'n lensje. Ja, nu lijkt het niet zo bijzonder, maar die kan je dus opzetten. Ja, dat lijkt me vrij logisch. Andersom. Maar dat is dan voor... Als je bijvoorbeeld door het raam een foto maakt, dan zie je meestal jezelf. Dan kun je het hier aan draaien. En dan, als het goed is, zie je het wat minder. En oh ja, het voor glimmen. Als je gezicht heel glimt, dan kan je er ook aan draaien. En dan wordt het ook minder. Dus dat is fijn. Verder beschermt die lens ook tegen krassen en zo. Dus dat is ook fijn. Ik moet nog wel even uitvinden hoe dat precies werkt met het raam. Want ik kreeg het nog niet helemaal goed voor elkaar. Maar goed. Misschien is het een kwestie van oefenen of zo, of het werkt niet. Dat kan natuurlijk ook. Maar het beschermt sowieso je lens, dus dat is wel fijn. Hij is ongeveer 1,5 kilo of zo, dus ook niet zo super zwaar. Ik ga nog even kijken of ik ermee ga vloggen of niet. En daar ligt mijn varken, die ligt naast me. Oh ja, dit is moeilijk om te zien. Maar de kwaliteit is best wel goed, vind ik. En je kan ook ver inzoomen. Ik ga nu even overschakelen naar deze camera. Dus de kwaliteit en alles wat je nu gaat zien, dat is dan van deze camera. Dus ik zie jullie zo terug. Zo, dan heb ik hem nu aan. Dit is dan de kwaliteit. Dit is dus de camera waar ik mee filmde. En dit is nu de nieuwe Nikon. En zo zien jullie mij de kwaliteit. Ik zal zo even naar buiten gaan en daar even filmen.
trekken. Ja, zo kan het. Het is wel makkelijk, want zo kan ik mezelf dus zien. Alleen volgens mij moet er een ander kaartje in ofzo. Want volgens mij kan ik maar 26 minuten filmen, dat weet ik niet. Ik kan ook even kijken of ik het bij het raam even kan testen. Even kijken. Ik heb hier een pot tabak staan, dat is misschien niet zo'n goed voorbeeld. Maar dan zie je hem daar zo in de reflectie. En dan ga ik er nu aan draaien. Nu wordt het dus helder. Dat kan ook. Dat, als het goed is, moet hij straks. Ja, nu wordt het weer wat minder. Maar het moet verdwijnen. Maar. Oh ja. Oh, nee. Zo is hij zo goed als weg. Nog niet helemaal. Kijk, nu wordt hij weer donkerder. Okay, bij hem in de winkel ging die zeg maar helemaal weg. Maar ja, ik krijg het niet misschien. Nou, moet ik nog even kijken. Misschien heb ik iets anders verkeerd ingesteld. Ik ga nu even naar buiten en dan zie ik jullie daar. Ik ben nu dus buiten. En zo is de kwaliteit dus buiten. Super mooi weer. Dus dat kun je wel zien. En even kijken hoor. Ik sta nu hier en als ik inzoom, even kijken daarachter, een school, maar ik weet niet of je dat nu kan zien. Wat groene. Oh, hij stelt niet scherp nu. Nee. Dat doet hij dus wel met de foto, maar met filmen kan dat dus niet. Oh, dat is wel jammer, want dat wou ik jullie eigenlijk even laten zien. Dat hij dus ook heel ver in kon zoomen. Want dat daar, dat zoomde ik nu het in. En als je een foto maakt, dan kan je dat dus wel scherp krijgen. Maar ja, dat kan nu dus niet. Dat is wel jammer. Nu ben ik dus ingezoomd en nu zie je het wel scherp. Maar dat is dus wel jammer. Kijk, we gaan die ramen daar zien. Die buurtzorg. Kan ik gewoon lezen. En ik kan straks wel even laten zien waar het dat dus is. Ik zoom even uit. Dat is dus daar. Dus dat is best wel ver. Dus dat vind ik wel mooi. Oh. Dus ja, daar ben ik ook wel heel blij mee dat hij zo ver in kan zoomen. Maar ik wist dus niet dat dat met filmen dus niet kan. Dat vind ik wel jammer. Maar misschien moet ik even die boekjes doornemen en dat het wel kan. Ik zal eens even bij het water kijken. Of ik hier de weerspiegeling misschien beter krijg. Ik ga ook denk ik vanavond nog even filmen. Ik wil de kwaliteit zeg maar zien als het donker is. Ik heb hem nou gewoon automatisch staan en ik kan van alles. Even kijken. Ja, die bomen zie je er zo in. Wat minder of niet? Zo donker. Nee. Dat zag ik namelijk op een foto bij een ander. Oh. Ja, kijk, zie. Volgens mij is het. Tenminste, ik kan het op mijn schermpje niet goed zien. Ja, volgens mij is het zo'n stuk minder. Dit is dus hoe die in het donker filmt. En ja, het lijkt nu echt heel donker, maar zo donker is het nog helemaal niet. Nu is de kwaliteit niet zo goed. Ik zal eens kijken als ik hem op nachtstand zet, of het dan beter is. Oh, nu heb ik hem op nachtstand, maar ik zie geen verschil. Als ik aan het draaien, zie ik weer al verschil. Tot ik begin te filmen. Dan is het gewoon weer donker. Ik kan wel even een foto maken en die erin plaatsen wat hij doet als het donker is. Dat trek ik even. En ik heb nu dus even een fotootje gemaakt, maar dan ziet hij er wel beter uit. Dus dan kan je wel echt zien dat het een fotocamera is en geen filmcamera, want ja, dit is dus in het donker. Ik zal eens kijken of je me kan zien. Nou, hij ziet me dus gewoon heel slecht. Dus dat is wel jammer.
Ik ben trouwens helemaal vergeten te zeggen hoe die oplaadt. Er zit namelijk een batterij gewoon in. En dan stop je een stekkertje in de camera. Het is gewoon een oplader van de Samsung. En zo'n oplader is het gewoon. Oeh, ik hoop niet dat je een varkentje heel erg op de grond wordt. Sorry. Dus zo kan je hem opladen. Verder zit er nog een kleine HDMI-kabel in. En ja, kan je gewoon zo'n micro SD-kaart erin doen. Of ja, gewoon zo eentje. Die kan erin. Verder zit er wifi op en GPS zit erop. Dus je kan hem ook connecten met je telefoon. Dus dat is ook wel makkelijk. Dan kan je ook gewoon op je telefoon kan je zeg maar kijken. En dan zie je zeg maar... sorry, ik heb zitten aan het schermpje. Maar goed, dan kan je gewoon zo je telefoon vasthouden en dan kan je zeg maar zien wat de camera ziet. Dus als je camera ergens anders hebt neerstaan, dan kan je gewoon vanaf je telefoon kan je het zien. En dan kan je ook gewoon via daar een foto maken. Dus dat is ook wel makkelijk, is ook wel leuk om te weten. Verder, ja, ik ben helemaal vergeten om dingen te vertellen, dus dat doe ik nu maar even. Er zit ook een flits bovenop. Dus ja, is ook makkelijk voor in het donker. Gewoon een vaste flits, er kan geen losse flits op. En het is een 16 megapixel camera en een 60, oh hier staat dat, 60 keer optische zoom. Ik heb niet zoveel verstand van, maar dat was aardig veel. Dus ja, dat wou ik nog even zeggen. Ik ben ja, erg tevreden met de kwaliteit. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie hopelijk heel snel terug bij een nieuwe video. Doeg! Hey meisje, wil je ook nog wat zeggen?